De uitwerking van de betonstop, het voornemen om vanaf 2040 geen open ruimte meer aan te snijden, zal iets zijn voor de volgende legislatuur. Het was nogthans de bedoeling om het wetgevend, het decretaal werk, nog voor de verkiezingen in mei rond te hebben. Het is niet gelukt. En nu? Ik vraag het aan meerderheid en oppositie en aan de Vlaams Bouwmeester. Dag dames en heren, ik praat met Ingrid Piraan, Vlaams parlementslid voor Groen, en met Wilfried Van Dalen, die voor de N-VA deel uitmaakt van het Vlaams parlement, ook hier aan tafel, Vlaams bouwmeester Leo van Broek, welkom allemaal in het programma. Ja, de betonstop, hè? Het voornemen om vanaf 2040 geen open ruimte meer in te nemen, is niet rondgeraakt, is te zeggen. De vier decreten die ervoor nodig zijn, raken deze legislatuur niet meer gestemd. Mm-hmm. Een krant noemde het de betonflop. Nu, vooraleer in te gaan op de reden van die vertraging, toch nog eens samenvatten. Wilfried Van Dalen, wat was de ambitie van deze meerderheid? Ja, dat was toch wel een van de grote projecten van deze regering, om inderdaad de verharding een halt toe te roepen, om de open ruimte maximaal te beschermen. We hebben er ook als N-VA hard aan getrokken. Ook minister-president Bourgeois was daar echt wel van plan om daar ergens te geraken. En dat is nu toch in de laatste rechte lijn niet gelukt. Dus dat is niet iets om blij van te worden. De ambitie was minder open ruimte inpalmen tegen 2040 met een groeipad. Ja, dus nu verharden we, of nu nemen we elke dag nog 6 hectare in. Open ruimte in. En dat moest naar 3 hectare in 2025. Het onderzoek is gebleken dat het al opgelopen is naar 7,5 hectare opnieuw. Dat merk je nu, dat inderdaad. Dat is een beetje frustrerend dat het resultaat van alles wat nu tot nu toe gebeurd is, dat er inderdaad meer bomen gekapt worden en dat er meer gebouwd wordt. Terwijl we dat juist willen verminderen. Bedoeling. Dat was niet de bedoeling, ja. Maar mensen beginnen nu een beetje te panikeren, ja. En zeggen, ja, we gaan nog snel die kavel aansnijden en nog snel die bomen voor het niet meer mag. Er is vandaag opnieuw betoog voor een beter klimaat. Ja, u zei het al, minister-president Bourgeois, die heeft die betonstop het instrument bij uitstek tegen klimaatverandering genoemd. Had hij gelijk, Ingrid Piraan? Ja, absoluut. En ik was in feite heel blij en heel opgetogen toen eerst Joke Schouwvliegen zei van voilà, we gaan de betonstop afkondigen. En dan zijn ook minister van Omgeving was. Ja. Ja. En toen minister-president Bourgeois zelf zei, en die nam het echt het voortouw, vond ik, die heeft de link gemaakt tussen klimaat en ruimtelijke ordening. Dus hij heeft letterlijk gezegd in 2016, om onze ruimtelijke ordening in orde te maken, dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te maken. Ik vond dat het, Wilfried, het is zo hoopvol begonnen. Want we stonden ook vanuit de oppositie met onze armen open. Van, dit wordt het, een tijdspad, goede principes, kernverdichting, terug meer open ruimte, terug meer natuur. En het is zo in wanhoop geëindigd, vind ik. En ja. We gaan straks op de redenen waarom het dan in de laatste rechte lijn nog niet gelukt is om dit decretaal dan allemaal te regelen. Een opiniemaker in een krant, Leo van Broek, die vergelijkt Nederland met Mondriaan en Vlaanderen met Breugel. Als je de Nederlandse grens oversteekt, dan zie je open landschappen, rechte banen, echt Mondriaan. Als je natuurlijk in de omgekeerde richting de grens oversteekt, dan kom je in een breugellandschap terecht. Valt dat recht te trekken, die historische erfenis? Het is nog veel en erger. De voorbeeldrol die Nederland speelde, die is weg. Het neoliberale beleid daar is al 5 jaar bezig met het veel te ingewikkeld te vinden van in de steden te verdichten en is open ruimte aan het aansnijden. Nederland heeft ons voorbijgestoken en zit aan 8,5 hectare per dag. Oostenrijk zit ondertussen aan bijna 12 hectare per dag. Het gaat heel slecht hoor. De mensen zijn nog altijd antropocentrisch en hebben niet door dat. En ze horen het ook te weinig. Hè. Er wordt in abstract over een soort van betonstop. Maar als je de mensen, de gewone mensen thuis, vertelt dat er geen plaats meer is voor al de andere vormen van leven. En dat daardoor eigenlijk het hele ecosysteem gewoon aan het crashen is. Ja, niet alleen het klimaat. Valt het recht te trekken? Wel, ik denk niet op de huidige manier. Niet met de oude methodes van rechtszekerheid en het is goed dat die bedoelingen er lagen. Hè. Ik steun wat de twee vorige sprekers gezegd hebben. Het is spijtig dat het mislukt is. Ik geloof ook dat de bedoelingen er echt waren. Dit is niet onder tafel getorpedeerd. We zijn ook een heel complex land met een veel te complexe regelgeving, waar altijd wel een probleem is voor elke oplossing. Ja, maar goed, als ik vraag, is het recht te trekken, dan bedoel ik natuurlijk, kan je het stedenbouwkundig recht trekken? Ja. Kan je mensen zodanig verplaatsen, hun woningen elders laten inrichten, dat we het
toch goed krijgen? Well, het begint al met het besef dat die vrijstaande woning niet eens in ons cultureel DNA zit. We doen dat nog geen 50, 60 jaar. 19e eeuw bestond Vlaanderen uit dense dorpen en steden met alleen maar rijwoningen. Ja, ik lees dat uw architectenbureau al 10 jaar weigert om te werken voor woningen die op kavels liggen, die enkel met de wagen bereikbaar zijn. Andere projecten ook. Een greenfield, een buitengebied, alleen maar autoafhankelijke plekken mag je gewoon niet meer bouwen. Nee. Dat heeft echt geen zin. En dat is de weg die we moeten inslaan? Ik denk het wel. Alleen moeten we zorgen dat we alternatieven aanbieden, dat wonen op goede plekken betaalbaarder wordt. Als we kijken, de studie van het VITO is net klaar, hoeveel duurder het is om in het buitengebied een weg naar een woning te trekken. Die heeft 20 keer meer lopende meter weg nodig. Daar moet even goed riolering, elektriciteit, internet naartoe gebracht worden. Dat is een factor 10 tot 20 duurder voor de overheid. De salariswagens kosten 4 miljard per jaar. Daar kan je wel wat onteigeningen mee betalen. Ja. Nu, om terug te keren naar de reden waarom de regelgeving voor de betonstop deze legislatuur niet rond is geraakt. Er zijn dus 4 decreten nodig. Ik vat ze voor de kijker nog even samen. Een instrumentendecreet dat de vergoeding regelt voor eigenaars die hun bouwgrond natuurgebied zien worden. Een decreet over woonreservegebieden dat een bouwverbod op slecht gelegen gronden voorziet. Een decreet dat de procedures voor de bouw van windmolens vereenvoudigt. En dan nog een decreet om kwetsbare bossen beter te beschermen. Nu, vooral voor dat laatste decreet was de Raad van State behoorlijk kritisch. Hè? Terug naar af, is dat dan toch geen blamage, Wilfried van Dalen? Ja, dit is voor mij een heel pijnlijk dossier, omdat dat stond ook in het regeerakkoord. Dat moesten we regelen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad om een compromis te vinden tussen de regeringspartijen. Is uiteindelijk gelukt, u herinnert zich dat nog, de fameuze boskaart. Zodra die in openbaar onderzoek ging, want het was nog een heel proces, mensen konden zich ook nog verdedigen enzovoort. Maar zodra die in openbaar onderzoek ging, op dag 1, kwam er eigenlijk kritiek vanuit de meerderheidspartijen. Kritiek van de VLD toen... Mevrouw Peters, die ondertussen minister is. Wat er gebeurd is, ondertussen waren die 4 decreten er daar. En nu zegt de Raad van State, sorry jongens, dit werk is niet goed gedaan. Juist, maar het is belangrijk wat ik ging zeggen over de zone van Bossen, want dat was eigenlijk toen al de lakmoesproef. Want toen kwam ook al vanuit de partij van de minister, vanuit de CD&V, zware kritiek. Dus dan merk je dat, oké, het discours klopt. En wat meneer Van den Broek zegt, klopt. Het is vooral dat ik weet dat het nu... Maar om het dan in realiteit om te zetten, zie je hoe verdomd moeilijk het is. Ten eerste om dat politieke compromis te vinden. En als je dat dan hebt, ten eerste ook om het vol te houden, maar om het dan ook nog door onze instanties te krijgen, zoals de Raad van State, op andere momenten is dat dan het Grondwettelijk Hof. Dus je merkt dat er tal van manieren zijn om dan, zelfs als je dan eindelijk dat politieke besluit genomen hebt, om het dan in werkelijkheid om te zetten, zijn er nog tal van factoren die... Het is toch geen blamage, meneer Van Dalen, want in 2016 wordt dit aangekondigd. Dan heb je toch wel enkele jaren de tijd gehad om het huiswerk goed te maken. Het is vooral een blamage natuurlijk voor de minister die dat heeft afgewerkt. Hè? Dus de minister van Omgeving. Die er in een kranteninterview op wijst, dit is in de schoot van de regering wel goedgekeurd. Ja, dat is met alles zo. Maar natuurlijk de minister die het voorbereidt en de administratie erachter, die zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van de teksten. We zien dat ook op andere terreinen in de politiek, collega, dat soms wel aan kwaliteit ontbreekt. Hè? Dat is iets wat we merken. Dus is het een blamage? Het is vooral jammer. En het is ook een beetje onbegrijpelijk, want u noemt daar een paar decreten. En bijvoorbeeld op die bossen heeft de Raad van State hele zware kritiek. En dat hebben ze dan bijvoorbeeld niet op wat u dan noemt, de windmolens kunnen voortaan overal. Daar dan niet op. Dat begrijp ik niet. Straks kan je in natuurgebied een windmolen zetten of een energieopslag, want dat kan ook. En daar heeft men dan geen problemen mee. Daar moet dan geen milieueffectrapportage, om het moeilijke woord te gebruiken, komen. Ja. Maar om bossen te behouden, waardevolle bossen, het gaat uiteindelijk om 12.000 hectare van de meest waardevolle bossen in Vlaanderen, daar is dan wel een probleem. Dat begrijp ik ook niet goed. Maar goed, het Europese Hof heeft in 2010 al geoordeeld dat ook wetgeving merkplichtig kan zijn. Lees ik in een opiniestuk van een milieujurist. Het vroeg in 2010 al aan de Waalse regering een milieueffectrapport voor het nitraatactieprogramma van de Waalse regering. Dus we wisten eigenlijk dat ook regelgeving merkplichtig kan zijn en toch is dat dan niet gebeurd, Ingrid Pira. Ja, even los van die mer, wat ik gezien heb. Ja, we worden nu heel technisch, maar goed, ja. In 2016 kondigden we het aan en 2-3 jaar later en het zijn we nergens. Ja, maar wat hebben we gezien? Hè? Ik zat er met mijn neus op in de commissie, ik heb alles heel goed gevolgd, alles heel goed uitgeplozen. Van het moment dat iets afgekondigd werd, hè, de principes waren goed, hè,
Ik zei het, er was veel hoop in het begin. De minister-president die zich daarachter zet, een bouwmeester die aangesteld wordt. Dat staat allemaal goed. Wat zien we van het moment dat die voornemens en die principes in wetgeving worden omgezet? Dan zien we ineens dat er uitholingen verschijnen, dat er vrijstellingen verschijnen. En pas op, we worden erop gewezen. Want eigenlijk worden we goed omringd. Er is een administratie. Er is de bouwmeester, heb ik al gezegd, maar er zijn ook adviesraden. En die zeggen regelmatig, ah ja, maar dat klopt niet. Is daar dan te weinig rekening mee gehouden met die adviezen? Ja, tuurlijk is er te weinig rekening mee gehouden. Als een adviesraad, die bestaat uit heel veel verschillende soorten mensen, als die tot het besluit komen van, ja, maar als die regeling rond restpercelen, als die doorgaat, dan gaat de verlinting van Vlaanderen door. Hè? Dan gaan we dus geen greep kunnen hebben op de lintbebouwing. Ja, als je daar als politiek geen rekening mee houdt, dan vraag je om problemen. Ik zie de bouwmeester knikken. Men heeft te weinig met die adviezen dan ook van u rekening gehouden? Goh, ik denk dat daar een dubbel probleem is. Ik denk dat er akkoorden waren, maar toch niet genoeg unisono enthousiasme. En ten tweede denk ik, er waren te veel adviezen. Dat is een bewijs dat wij in een soort van... Dat is eigenlijk al begonnen rond het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Ik heb het boekje gelezen, een van de twee auteurs, Charles Vermeers, heeft kort voor zijn dood een boekje geschreven, Gebruik en misbruik van structuurplanning, waarin hij schrijft, dat was niet gemaakt om in afbakening te verzanden. Dat is gekaapt door advocaten. Wij gingen om het jaar herzien. En als de bossen ondertussen ergens anders staan, dan staan ze vanaf dat jaar daar. Zo'n vreemdheid bestond eigenlijk niet. Dat is een gevolg van chronische verlangen naar overmaat aan rechtszekerheid. En als je te veel lagen rechtszekerheid boven elkaar legt, een structuurplan, eerst een gewestplan met BPA's, een structuurplan met ruimtelijke uitvoeringsplannen, en binnenkort een BRV met beleidsplannen, ruimte, dan heb je 6 lagen rechtszekerheid. Dat is te veel, dat moet ingaan. Dan ben je één ding zeker kwijt als je rechtszekerheid. Maar goed, om te vermijden dat het te technisch wordt, het is wat het is. De decreten geraken niet gestemd. Vraag is... Hoe moet het nu verder? Hè? Moet een volgende regering, een volgende meerderheid verder werken op wat nu al op tafel ligt? Dan is het misschien binnen enkele maanden wel rond, het decretaalwerk. Ja, dat is een moeilijke. Wij hadden wel gehoopt dat we in deze legislatuur nog konden landen. Want er is veel werk ingestoken. Er is ook hard politiek aangewerkt. Hè, en politiek betaald. U weet hoe dat gaat. Hè, met onderhandelingen. Ja, die 4 decreten waren eigenlijk een compromis. Hè. Precies, en dat is natuurlijk ook als je zegt waarom wordt niet altijd met adviezen rekening gehouden. Ja, omdat je soms, om er te geraken, ja, dingen moet doen om mensen tevreden te stellen, partijen tevreden te stellen, waarvan je weet, ja, dit is misschien niet 100% waterdicht, maar goed, zo komen we er en anders niet. Dus dat is politiek, dat is ook op andere dossiers zo. Je kunt dat betreuren, maar ja. Maar goed, de vraag was, moeten we verder werken met ons niet op tafel? Dus nu zit je inderdaad met het probleem dat het niet geland is. Ik had ook wel het gevoel in de voorbije weken van, ja, we komen te dicht bij de verkiezingen. Dit is echt iets wat zeer ingrijpend is. En op een bepaald moment, zo dicht bij de verkiezingen, heeft elke partij natuurlijk schrik om welke achterban dan ook, of achterban die vermoed wordt er te zijn, om die te bruskeren. Dus dat werd wel moeilijk. Maar straks, nieuwe regering, nieuwe onderhandelingen, ja, dan moet dat weer op tafel. Maar dan vraag je je af wie de moed zal hebben, welke partij de moed zal hebben, om dat nu nog eens te trekken. Hè. Wij hebben dat als N-VA gedaan, durf ik wel zeggen. De voorbije jaren. Ja, goed, als we aan het beginnen van een wit blad, dan zijn we misschien weer vertrokken voor jaren. Dat hoeft niet. Hè. Maar een wit blad heeft weinig zin, denk ik. Hè. Dan, wat er ligt is niet waardeloos. Nee. Maar dus je kan ervan vertrekken en dan kan het sneller. Leo van Broek. Twee zaken. Er is veel meer draagvlak. En die druk van die jeugd vandaag op straat elke week heeft dat draagvlak nog vergroot. Er is hier, en zet andere partijen hier, er is consensus bij de meesten. Maar er is iets heel nieuws gebeurd. Een maand geleden heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een memorandum geschreven aan de regering voor de volgende verkiezingen voor te bereiden. En die vragen daarin een verbod op het toestaan van verkavelingen in het buitengebied op slecht gelegen locaties. Dat de gemeenten dat niet meer mogen. Die zeggen het is niet serieus dat je centraal zegt we gaan verdichten, maar de gemeentelijke autonomie mag daar nog vrij in gaan verdunnen als ze wil. Dat is dus eigenlijk een onmiddellijke betonstop op een beperkt aantal locaties. In de plaats van overal... Met dan heel kunnen veel de gemeenten en steden dat vandaag ook al niet? Ja, maar ze moeten niet. En die gemeentes zeggen, die verdichting 300 keer met uw eigen electoraat, 300 gemeentes die in de tocht staan, in de kou, die dat zelf moeten gaan bevechten met hun electoraat, dat is niet serieus. De gemeentelijke autonomie dient voor maatwerk waar gemeentes uniek zijn.
En niet voor generiek beleid dat overal hetzelfde zou moeten zijn. Goed, het zou gemeenten natuurlijk wel indekken, hè, als ze voilà. Weten, de Vlaamse regering steunt het ook. Eigenlijk is daar al lang sprake van. Al toen Philippe Muiters nog minister van Ruimtelijke Ordening was. Als in de vorige legislatuur. Zei hij toen, al in 2012, zei hij al van, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk de slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden schrappen. Hij zei, wie daar gaat wonen, en moet er ook voor betalen. En dan is minister Schouwvliegen met een positieve en een negatieve lijst gekomen. En dan is er weer een afzwakking geweest. De gemeenten moesten het nu zelf doen. En dan ineens zegt VVSG, en inderdaad, de mentaliteit is aan het veranderen. Er is een mentale shift bezig rond ruimte, gelukkig maar. Eigenlijk zeggen de gemeenten van, alstublieft, Vlaanderen, stuur. Ja, en Vlaanderen zegt, nee, wij laten alles over aan de autonomie van de gemeente. Ja, maar goed, ze vragen het nu zelf, de steden en gemeenten. U bent ook schepen van de ruimtelijke ordening in de gemeente waar u woont. Geweest. Oké, ik ben, ja, ik ben ook schepen van ruimtelijke ordening, ja. Maar ja. Ik ben ook burgemeester. Ja, en ruimtelijke ordening zit in uw pakket. Hè. Zou u een fijn idee vinden dat de Vlaamse regering u rugsteunt? Als u ja, ik heb er altijd... Wat we zien, en dat is al langer bezig, en dat is eigenlijk bij alle partijen zo, hè, is dat men de gemeenten voluit verantwoordelijkheid wil geven. Hè. Dat is een tendens die al een tijd speelt. Ze vragen ook niet. En iedereen vindt, de gemeenten staan het dichtst bij de mensen en zij moeten dat dus bij voorrang allemaal beredderen. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke ordening, ook op het gebied van leefmilieu, ook op het gebied van erfgoed. Gemeenten moeten dat doen. In theorie is dat allemaal prachtig. Hè. Maar je merkt inderdaad op het terrein, ik ben er altijd heel kritisch tegenover geweest, tegenover die stelling, op het terrein merk je dat de gemeenten soms te dicht bij de burger, lees kiezer, staan. Om een consequent beleid te voeren. Dus wat mij betreft... Dus Leo van Broek geeft ze ruggesteun door dat vanuit de regering een beetje te sturen. Wat mij betreft zou dat best mogen. Wat vroeger ook zo was eigenlijk, meer dan nu. Maar het is tegen de tendens die al een aantal jaren eigenlijk bij alle partijen bestaat. Namelijk, we moeten die verantwoordelijkheid aan de gemeenten meer geven. Maar goed, om eens terug te keren naar mijn initiële vraag, moeten we verder werken met wat nu op tafel ligt. Ik hoor Leo van Broek zeggen van ja, want het draagvlak is er. U was ook aan het knikken van goed, er is al een pak werk verricht, zei u ook. Maar een partijgenote van u, ze heet toevallig ook Schouwvliegen, maar ze heeft een andere voornaam, die heeft in een opiniestuk op een nieuwswebsite de schrapping van deze betonstop net een goede zaak genoemd, omwille van de financiële impact. Wie zijn bouwgrond ziet omgezet worden in natuurgebied, die heeft vandaag recht op 80% van de aankoopprijs, maar dat wordt natuurlijk 100% ongeacht waar die grond gelegen is of die nu goed aangesloten is op het rioleringsnet enzovoort. Met andere woorden, het wordt gewoon veel duurder om mensen uit te betalen om die zogeheten planlast te dragen. Heeft het bij het rechte eind? Moeten we het om die reden dan toch niet herbeginnen met een wit blad? Nee, we moeten niet herbeginnen. Er is veel goed werk geleverd. En voor mijn part kan dat beleid van Ruimte Vlaanderen, dat uitgeschreven is, eerst dat koepel... Goed, dat compenseren dan van die eigenaars? Kan gerust terug op tafel komen, maar alle opmerkingen van experts die er niet in zitten, moeten er zeker wel in komen. Wat de financiële vergoeding betreft, de eigenaarsvergoeding, die is voor, wat ons betreft, voor discussie vatbaar. Wij vinden in elk geval dat de gronden die er niet aan een uitgeruste weg liggen, die zijn veel minder waard. Die komen veel minder in aanmerking voor de vergoeding. Maar als ik het goed begrepen heb, dan gaan ze allemaal evenveel waard worden. Toch, als het over de uitbetaling gaat. Aan de andere kant, het is nu 80% van de aankoopwaarde, dat wordt dan 100% van de finale waarde. Maar ja, wat is de toekomstige verkoopswaarde van slecht gelegen gronden? We zien ook meer en meer aan de kant van de weg villa's, die staan langer en langer te kopen. Dus dat zijn eigenlijk ook omdat de mentaliteit van mensen aan het wijzigen is. Dus misschien dus gaat de financiële impact zich als vanzelf oplossen, als ze minder waard worden. Dat klopt, hè. Er zijn verschillende berekeningen gemaakt over wat er allemaal afgebakend is. Niet alleen in woongebied, want er is goed gelegen en slecht gelegen woongebied, maar er is ook nog woonuitbreidingsgebied en daar liggen er ook goede en ook veel slechte. En als je dan zegt berekent wat we er allemaal in kunnen bouwen, dat is voor 6 miljoen bijkomende inwoners. En dat is nog niet eens aan 40, 50 per hectare, dat is aan 35 per hectare. Dat is niet eens genoeg voor warmtenetten te kunnen uitrollen. Aangezien we maar maximum 1,2 miljoen bijkomende inwoners krijgen tegen 2070, dan gaat iedereen op aarde... Dat is een demografische prognose. Dan gaat alles beginnen dalen. Dat betekent dat 80% van alles wat ooit rood of rood gestreept is ingekleurd, nooit nog een cent gaat krijgen, omdat de klandizie om die gronden te kopen zal er nooit komen.
Ja, als je 5 keer meer aardappelen op de markt brengt dan wat er ooit kan gegeten worden, dan klapt de prijs van de aardappelen in elkaar. Dus dat wordt je finale waarde, vind ik, nog een geluk met een ongeluk. Want die finale waarde die gaat bij overaanbod heel sterk beginnen dalen. Ja, maar goed. Maar hoe het nu is natuurlijk, want het kenniscentrum heeft dat berekend, de formule die nu naar voren geschoven wordt voor eigenaarsvergoeding zal ertoe leiden dat lokale besturen veel en veel meer moeten betalen. En er wordt zelfs gezegd dat de betonstop dan onbetaalbaar is. Hè? Dus is het goed berekend? Want we stellen dit vast, het wordt onbetaalbaar in de week dat in Nederland het planbureau de klimaatmaatregelen van de Nederlandse regering heeft beoordeeld. Zover zijn wij nog niet, hè, in dat beoordelen. Nee, je kunt natuurlijk met cijfers alle kanten uit, maar misschien toch nog eens terug. We hebben nu nog 70.000 hectare die een harde bestemming heeft. Waaronder, ik dacht, 28.000 woongebied, 13.000 woonuitbreidingsgebied, 12.000 industriegebied. Als we doen wat we willen doen, dan willen we eigenlijk nog 24.000 daarvan gebruiken. Hè. Dus de rest moet... kan die bestemming, die harde bestemming, niet meer uitvoeren. Natuurlijk, wat meneer Van den Broek zegt, is van straks wordt het niet meer waard, want het aanbod zal groter zijn dan de vraag. Kan allemaal wel zijn, geldt in elk geval niet aan de kust waar ik woon. Maar dat zit zeker ook nog niet in de hoofden van de mensen. Dus de mensen vinden, als zij vandaag een stuk bouwzone hebben of bouwgrond hebben, dan moeten ze daarvoor vergoed worden. Als ze een bos hebben op een stuk bouwgrond en ze mogen dat bos niet kappen, dan moeten ze daarvoor vergoed worden. En ze vinden inderdaad dat dat moet gebeuren aan 100% van de werkelijke waarde. Ik denk niet dat je daar veel tussen kan krijgen, op die redenering. Maar het is wel zo, als je dat doet, dat het echt wel heel duur wordt. Maar er is een studie die zegt van het zal altijd duurder zijn als je die gronden wel aansnijdt, want dat is 33,2 miljard, alleen al aan transport enzovoort, als je dat zou doen, die gronden ontsluiten. Diezelfde studie zegt van je zou om 20.000 hectare vergoeden een 20 miljard moeten hebben. Ik heb u net gezegd, we moeten 40.000, 50.000 hectare naar een lagere bestemming, een niet harde bestemming brengen. Dus dat zou betekenen dat je dan inderdaad, denk ik, aan 40, 50 miljard komt. Als je dat zo zou doen, geen rekening houden met wat meneer Van den Broek zegt, dat het allemaal niks waard wordt, want dat geloven de mensen niet. En dat is onbetaalbaar. Dat is het volledige budget van de Vlaamse overheid, het volledige jaarbudget. Dus daar zit ik wel op tegenaan te hikken, van hoe los je dat op? En dat probleem zal er ook morgen zijn. Als we morgen een nieuwe regering maken, dan zal dat probleem er nog altijd zijn. Namelijk dat ik als eigenaar van een stuk grond vind dat als ik daar niet mee mag doen wat ik wil, dat ik daar dan voluit voor vergoed moet worden. En dat wil niemand aan zijn kiezer verkocht krijgen natuurlijk. Precies. Ja, nou, nu, anderzijds, we moeten het globale plaatje bekijken. Hè. Dus dat komt allemaal, dat wordt allemaal betaald door de belastingbetaler. Hè. Een kleine groep mensen zal dus door een heel grote groep ruim vergoed worden, ruimer vergoed worden dan wat een perceel op de markt in de toekomst waard is. Hè. Dus we moeten... Dat is een ethisch dossier. Plus, een grote groep mensen, en dat is eigenlijk het verhaal dat door liberalen bijvoorbeeld niet verteld wordt, dat de vrijstaande woning en de lintbebouwing kost ontzettend veel geld. Hè, er is uitgerekend hoeveel... Ja, ook maatschappelijke kost natuurlijk. Onze ruimtelijke ordening van nu tot 40 gaat 32 miljard euro kosten. Dat moeten de mensen ook wel eens weten. Mee ingecalculeerd worden. Wat ze eigenlijk elke dag betalen. Leo Van Broek wil al een poosje iets zeggen, want ik heb gelezen, Leo Van Broek, dat u graag verwijst naar een model dat in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland opgang maakt. Wat ik eerst nog wil zeggen is dat reservegebieden zijn geen harde bestemmingen. Reservegebieden zijn gebieden die je mag aansnijden als je kan bewijzen. De woonuitbreidingsgebieden zijn reservegebieden. Dus zolang je niet kan aantonen dat je ze nodig hebt, is de vastgoedwaarde van zo'n grond... En heeft u daar straks al op gewezen? Dus dat is toch belangrijk dat een aantal van die harde bestemmingen zijn geen harde peculiaire. Ik weet dat er vandaag nog technieken bestaan om die wel degelijk aan te snijden op een heel makkelijke manier. En dan zijn ze bovenop. Dat is wat de Vlaamse steden en gemeenten net vroegen aan de Vlaamse regering. Daar moeten een aantal sleutels op slot. Zet er een halt aan. Heel kort nog, Leo Van Broek. Die grondrechten in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, hoe gaat dat in zijn werk? Daar zit eigenlijk een heel interessant systeem, omdat men gezien heeft dat de kost van wonen stijgt rapper dan de levensduur. In heel wat Europese landen. Je mag niet vergeten, alle rijke landen in Europa hebben een meerderheid aan huurders. Alle arme landen in Europa hebben een meerderheid aan eigenaars. Er is maar één rijk land met een meerderheid aan eigenaars, dat is België. Het heeft te maken met een paar eeuwen stimuleren van grondbezit en pensioenen die nogal zwaar onder het Europees gemiddelde liggen. Voilà. Dus, en het is een soort van pensioenverzekering. Hè? Bij ons wordt wonen heel duur.
Dus die pensioenverzekering, dat tweede appeltje, dat vastgoedappeltje voor de oude dorst, dat wordt steeds onbereikbaarder. Zeker als dat in een gemeente, in een centrum moet liggen van een dorp of een stad, nabij openbaar vervoer. En daar heeft men dus gezegd, we gaan die grondspeculatie uit het ding uithalen, uit de kost van het wonen, door te ontwikkelen met recht van opstal, met erfpacht, met een aantal systemen waarbij de grond eigenlijk van niemand is of van de overheid, maar die kan daar ook niet op ontwikkelen, je kan daarin met bouwrechten werken. En mensen kopen niet. Mensen verwerven aandelen met woonrecht. Dus ze doen aan kapitaalsopbouw. Ze zijn geen eigenaar van de woning, maar ook geen huurder. En van wie kopen ze dat aandeel dan? Ze leggen aandelen in een coöperatieve. Maar ze zijn zelf dus mede-aandeelhouder van het bedrijf waarin dat ze kopen. Dat is een deeleconomie systeem. En die aandelen geven een recht om te wonen in één van de duizenden woningen van die coöperatie. Een starterswoning. Gezinswoning, kroostrijke gezinswoning, de kinderen zijn uit het huis, een assistentiewoning, een zorgwoning. En je neemt je aandelen mee, je moet nooit kopen en verkopen, nooit langs de notaris gaan, nooit beschrijf betalen en de grondwaarde dus met je, nooit betalen. Met je aandeel, om het even kort samen te vatten, je aandeel met woonrecht garandeert je een woning voor als je kinderen hebt, garandeert je een kleinere woning als de kinderen het huis uit zijn. En je spaart kapitaal op en dat kan geërfd worden door je nabestaanden. En je zit nergens vast op een grond en op een blok stenen die niet past bij je levensfase. Dus je krijgt daar een heel slim systeem. Waarbij je ook eens kan gaan subsidiëren voor de lage inkomens, dan heb je geen sociale woningmachinerie nodig om dat ook te kunnen afdekken. Maar heel kort, als we dit zouden willen introduceren bij ons, en we moeten die Europese verplichting, want dat is hier al gezegd, het is eigenlijk Europa dat zegt, van tegen 2050, ja. Dat is nog 10 jaar langer, moet het allemaal rond zijn, dat krijg je toch niet gereorganiseerd. Het is al begonnen. Woonkoop is begonnen in Oost-Vlaanderen. Een aantal ontwikkelaars aan de kust, ik gaf 1,5 jaar geleden een lezing voor alle syndici en vastgoedmakelaars in het Kursaal van Oostende, dat was 1600 man. Het is al kwamen bezig. Er een paar West-Vlaams ontwikkelaars af die tegen mij zeggen, we zijn weer al begonnen met aandelen te verkopen. Ja. Dan dacht ik van, yes, dat experiment is begonnen, men is dat aan het uittesten. En ik denk dat de vastgoedsector ook ziet, okay, dat misschien de enige manier is om nog een stukje rendement dus te kunnen maken. Na de deel auto's, de deel steps, nu ook het deel wonen. Bedankt, yes, voor dit gesprek. Meer tijd hebben we niet. Ingrid Piraat van Groen, bedankt voor jouw komst naar onze studio. Wilfried van Dalen van de NVA en Lea van Broek, Vlaams bouwmeester. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.